Vandaag bezoeken we Anita van Loon van de Uitvaartstichting Hilversum. Goedemorgen. Hey Anita, goedemorgen. Hi. Ik ben er. Ja. Hey, ik wil jou graag een bloemetje aanbieden. Hey, dankjewel. Voor al je inzet voor de Uitvaartstichting en vooral rondom het mooier en duurzamer maken van de begraafplaats en de crematorium. We gaan ze neerzetten in de huiskamer van Springen. En als je het goed vindt, gaan we daar nu naartoe. Ja, heel graag. Vertel er graag meer over. Anita, wat leuk dat je ons wilt ontvangen. Binnen de Uitvaartstichting hier in Hilversum zijn jullie ontzettend veel met duurzaamheid bezig. Ja, kan je daar eens meer over vertellen? Ja, dat wil ik heel graag. En ik vind duurzaamheid sowieso heel belangrijk, omdat ik denk, binnen de Uitvaartstichting zeggen we altijd, wij zorgen heel goed voor alles wat leeft en groeit en bloeit. We zorgen natuurlijk ook goed voor onze mensen, hè, en dat hoort bij begraven dan wel cremeren. Maar wij begraven en cremeren in prachtige natuurlijke omgevingen. En hier zijn we nu op de Bosdrift. En ja, hier heb je bomen van 150 jaar oud of misschien wel ouder. Dit is een plek die is uniek. En ik heb gezien wat er met zo'n plek kan gebeuren als je er geen aandacht aan geeft. Want toen ik hier kwam in 2019 was het hartstikke verwaarloosd. En was er heel veel kapot. En volgens mij gaat het over liefde en aandacht geven. En ik denk dat dat heel erg past bij de stichting. En dus zijn we gaan kijken, wat kunnen we hier gaan doen om nog meer aandacht te hebben voor al dat moois wat er al is. En waar men jaren geleden voor heeft gekozen. Leonard Springer heeft dit aangelegd met een bepaald gedachtegoed. En dat gedachtegoed zijn we weer naar boven aan het brengen. En duurzaamheid hoort daar gewoon bij. Ik denk, als je vandaag de dag niet bezig bent met duurzaamheid, ja, dan laat je echt heel veel liggen. Kan je kort vertellen, waar bestaat de Uitvaartstichting uit? Uitvaartstichting Hilversum is een club waar 21 mensen werken. En we hebben volledig het beheer, exploitatie en onderhoud van op dit moment 3 begraafplaatsen en het crematorium. Dus dat is de Bosdrift, de Zuiderhof met het crematorium al daar en de Noorderbegraafplaats. En er komt straks nog bij, daar zijn we over in gesprek met de gemeente, de Joodse begraafplaats met het Metaheerhuisje. En dat past heel goed, hè? Want we zeggen we zijn een uitvaartstichting, we zijn er voor iedereen. En onze missie is eigenlijk, laten we zorgen voor die prachtige parken en dat die zo mooi kunnen blijven, dan wel nog mooier worden. Dus daar ligt een aandachtsgebied. En laten we ervoor zorgen dat we mensen een betaalbaar, waardig en respectvol afscheid kunnen bieden op een van mijn begraafplaatsen, dan wel in mijn crematorium. En dan heb je hebt begraven, je hebt ook natuurbegraven, ja, en crematorium. Ja, ja. Ik heb hier op de Bosdrift heb ik een natuurbegraafplaats aangelegd. En dat is ook wel het mooie, want daar ligt ook de link met Willem de Feiter van de Stadsboswachter. Het systeem Boomrust, maar daar gaan we denk ik zo wel over hebben. Want dat is een prachtige oplossing die mij helpt om ook over 30 jaar die boom, die dan in een bos staat of in een bosstrook staat, nog te kunnen terugvinden. Want bij die boom ligt wel jouw dierbare begraven. Ja, ja. En nu kun je dat graf nog makkelijk terugvinden. Maar over 30 jaar is dat een bos. Ja. En waar is dan mijn moeder gebleven? Want er zijn geen monumenten. Er ligt een boomschijf, maar die vergaat. Die wordt opgenomen door de natuur. Want dat is het idee van natuurgraven. Je geeft je lichaam zo puur mogelijk terug aan de natuur. Dus bij iedere boom ligt ooit een mens begraven. En we hebben 146 van die bomen hier staan. We zijn in eerste instantie begonnen met 70 en we hebben er nog 76 bij geplaatst. Ja, zoals Anita vertelde, ben ik hier dus op de Bosdrift terechtgekomen en heb mijn tijd bemoeid met het beheer. Uiteindelijk was het idee hier voor natuurbegraven. En dan was even de vraag van welke vorm. Er werd eerst meer gedacht aan een open weide, et cetera. Maar dat was gewoon lastig, omdat hier al zoveel op Bosdrift zoveel grote bomen staan. En prachtige bomen. En hele mooie bomen. Sommige nog vanaf het begin. Dus het is in 1890 geopend. Dus dan kan je al voorstellen hoe oud die bomen zijn die hier staan. Dus het was eigenlijk zoeken naar een andere oplossing. En ik was tegelijkertijd bezig met eigenlijk een systeem waarbij je bomen kan identificeren, individueel. En dat kwam eigenlijk bij elkaar in het wat we nu dan boomrust noemen. Nabestaanden navigeren op de kaart en ze kunnen kijken naar de foto. Maar als ze nou 100% zeker weten, sta ik nou voor de goede boom, dan kunnen ze een mobiele telefoon tegen de boom houden. En dan leest hij de chip uit en dan krijgen ze een code te zien.
En die code staat ook in een boompaspoort. En op die manier hebben ze dan, weten ze zeker, ik sta bij de goede boom. Kunnen we zo'n rondje gaan lopen? Ja. Ik ben wel benieuwd. Ja. Je ziet hier natuurlijk ook al het herstel van de paden. Ja. Dat is ook zoals Springer het bedacht heeft, dit. En die bomen. Ja, dat is indrukwekkend, ja. Het is het grootste nog. Volgens mij staan hier zo met gemak 30, 40 soorten bomen. Ja, nu naar de natuurbegraafplaats. En dan zie je ook de overgang van het verharde pad naar het boomschorspad. Ja. En hier werken we dus met bomenrust. Ja. 3 mei 2020 was de eerste natuurbegrafenis hier op deze plek. En dit is dus... Ah, dat is de chip. De chip. Ja. Ja. Ja, we staan hier dus op het natuurbegraafplaatsgedeelte. En dit is het eerste gedeelte wat aangelegd is. En het idee is dus van het systeem is dat de nabestaanden van de mevrouw die hier begraven ligt daar altijd terug kunnen vinden. En dat is nu nog vrij makkelijk, maar dat zal misschien over 10 jaar anders zijn. En daarvoor hebben wij dus een chip in de boom. Dat is een van de onderdelen waarmee je het graf kan identificeren als nabestaande. Je kan en het terugvinden op een kaart. Je krijgt een foto van het graf. En uiteindelijk kan je dus ook de chip uitlezen. En dan kan je gewoon je mobiele telefoon tegenhouden. En dan krijg je een unieke code. En dan die code staat in het boompaspoort. En daardoor weet de nabestaande van... ik weet zeker dat ik bij het graf van bijvoorbeeld oma of opa sta. En op die manier kan je dus eigenlijk een boom heel goed als een grafmonument gebruiken. En dat terugvindbaarheid is toch voor heel veel mensen belangrijk. Dat ze toch weten van, ik wil toch graag naar de boom van oma. En dit is dus ook helemaal anoniem. Dus niemand anders weet die code. En daardoor heb je ook de privacy gewaarborgd. En dit helpt ook, vooral ook bijvoorbeeld oudere nabestaanden. Die ook soms lastig vinden om hier te oriënteren. Die kunnen het op die manier ook makkelijk terugvinden. Wat een mooi systeem. Boomrust. Boomrust.